spelled op een plaatje. Ja, rechthoek. De woestijn ver buiten het centrum van Dubai. Vieren het feestje wel. Happy hour. Het is hard werk, Ian. Hij weet het. Maar wie weet, morgenochtend relatief vroeg de baan in. Profiteren van de goede omstandigheden op weg naar een mooie spoor. Twee Finnen in de top 10. Het is toch om jaloers op te worden. Herbert aan de leiding dus. Wat een mooie score. Het is toch een 63. Het is geen 62. De 3 op 9 is toch veranderd in een 4. Maar desondanks 63 mooi, maar het verschil is dus niet eens, want min 12, min 11. Oh, het water zijn beland. Strafslag, derde op de green, punt gehold. Mooie save. Oké, de laatste drive van de dag voor de Westwood op de 18e. Zal dat advies niet geven. Het is West die zelf de beslissing wil nemen. De reden dat er een eind is gekomen aan de jarenlange samenwerking tussen Billy Foster en Lee West. Daniel Putt voor de Chambeau. Hier te toon spreidt in deze put. Oké, terug naar 18. Naar de green en won het kampioenschap en het gaven die plaketten in de fairway. Monty is zelfs dus van de partij, maar stond weer op plus. Rechts.
ijs de Vrijberg waar je doorheen de dient te eten. Op weg naar het doel. Het doel is het tekenen van de scorekaart. Maar hopen dat je het morgen een stukje beter doet. Doe maar lief. Fleetwood, goede tweede neef. 6 onder, gedeeld 24. Hier zien we Montgomery op de voorgrond. Links met de zwarte pet van de zadel. De scores van deze drie grote mannen. De nadelen van de trackman. Het was werkelijk heerlijk. Hij is nog steeds niet verliefd. Colin McCarthy. Kan hij Dutch open? Ja, eindelijk open. 33. Op orde. 7 plus 1, 26. Winnaar van 2 US Opens, 2 Open Championships. Zo gaan we naar 18. Bolter kiest voor de leider op de slotbal. Vlag 8 van de voorkant, 27 van links. Als we dat beeld zullen een keertje toetsen van de hond hier. Kijk daar. Misschien als Monty straks 18 is, dat er 19 is. Eén stap voor ons moet uiteindelijk niet aan jou gaan kunnen kiezen. Het is een bubbleboxer, die houdt er niet. Maar golf kan niet.
niet hier in kort deze hand. Dat er in het weekend het volle gaat gebeuren dat ze een team nog meer naar voren zet. Maar kijk eens even dichtbij de Shambo ook met zijn t-shirt hier met de paar 74. De winnaar van vorige week. In de top 50 van de wereld. Dat is major country. Zeker aan de Masters mee kan doen en kijken wat hij doet hier. Hier kans om naar 700. Herbert is aan de lijn. 63 voor de jonge Australiër. Eén slag beter dan Kiros en Savoia. We gaan even naar Herbert luisteren. Lucas making reservations on a terrific round of 63. Got off to a really fast start, 4 under after 3 holes. Just tell us about that stretch. Yeah, obviously I sort of kept a bit of an eye on the scores this morning, and even looking at yesterday, everyone's making those numbers around the back nine. Oh, fuck. Right. 17's drivable, so there's some good opportunities, and I knew I'd have to take advantage of them straight out of the gate. And yeah, I did that with an eagle birdie start. And you know, kind of just kept flowing. I was like, you know, 7 under through about 11 holes, and it just felt like I was cruising. You know, I probably left some out there, to be honest. So, yeah, and then obviously 40 foot on the last there to finish off with a par was pretty nice. Yeah, we thought that was a birdie at one stage, but there was a penalty drop in there, wasn't there? Yeah, unfortunately, we're shot of probably the week so far off the tee there, and hit a left in the hazard, so needed to drop one. And yeah, made a good four. First visit here, when you saw the first time around, my style of play? Well, yeah, a lot of right to left holes out there, so, you know, that suits me perfectly. I'm just bombing that draw out there, and, you know, those par fives are awesome. I think they're such good holes in that you get into play off the tee, you can really take advantage of them and get around the green too, and, you know, when you drive in the fairway, you get a good chance to do that. 5 top 5s for you last year in your rookie year. What sort of goals and expectations have you got for this year? Yeah, well, something like last year would be pretty good. And, you know, if we can improve on a few of those results, that'd be great. Obviously, I'm going to play in some bigger events this year with, you know, with locking on my card. I can now play the Rolex events. And, you know, that's going to bring a new challenge, playing against harder players for a lot more money. So, you know, 5 top 5s again, I'd be pretty happy with that with the schedule I've got. But, you know, if we just keep on ticking off the right processes and keep improving, I can't be going too far wrong. Brilliant plan today. Well done. Thanks, guys. Thanks, guys. Volgens maar 1 hoor. Volgens mij is Tim Bart nog steeds. Laten we zeggen dat hij maar een beetje hyper is. Als ik zo niet druk maakte hij wel, Lucas Herbert. Dan hopen we van hem dat hij voort mee missen. Maar, hoe dan ook, 63, petje nog. En ook, petje. Doing his business. 7 birdies vandaag. En gaat naar 9 onder. Interessante derde onder. Absoluut. Vaardige spelers. Bovenrankte spelers. Jonge mannen die het vak nog voor een groot gedeelte moeten leren. Vanaf
Early op de laatste voor een 567 en een score van 1000. Dan moet je tevreden zijn, denk ik, als teamverdediger. Wat put dat. Geweldig. Niet meer dan twee slagen achter de lijn. Lukkers Urbant. Houdt toch niet. Vijf birdies op de laatste zes holes. Oké, ik zal een bogey daar, maar toch. Goeie finish. Het is niet tevreden over net versus, zullen we maar zeggen. Ja, het is wel kans op een stapje winsten. Prachtige drive van Sergio. Deze moet toch binnen de 2 meter. Ja, natuurlijk. Wordt dit de eerste birdie sinds de 7. Veel put voor Polter. Hey, de aanhouder wint. Een birdie op de laatste. Een 71 en een score van 600. Thank you.
De jager Samoja uit Finland. Hier is de boom van de dag. Al terug naar min 10,400 voor de ronde. 5 birdies op de kaart voor de debutant. Ja, Finnen trekken helemaal plekjes open de laatste jaren. Van Finland naar Zweden. Dat is iets als van Duitsland naar Nederland, ook wat tegenstelling betreft. Stenson, 200. Dan moet een birdie komen, Hendrik. Stop. Ha! Come on! Oh. God damn it, fuck! Ja, moest. Maar had ik voor de layup kunnen kiezen en dan een scherpe wedge aan het vastspelen. Ben je met Gareth Lord aan de tas? Gareth Lord, die vooralsnog de caddy is van Justin Rose. Dat de vaste caddy van Rose. Vulture. Onlangs geopereerd is. Els, de twee slagen van de lijn. Good old Ernie. Is hij in staat om dan ook nog een birdie te maken op de 18e? Ja, dan zit hij in de voorlaatste groep voor. Yes. Nice. Blijf op 6 en op naar de par 5 achter de bal. Red zich op de tweede neem. En wie weet wat er in het weekende mogelijk is als je 7 op de einde. Of was die birdie even een beetje gedoven voor de laatste. Sergio, zo te zien niet. Get up. Om op gelijke hoogte te komen met Lucas Herbert. Vijf onder voor de ronde. Gisteren een 66. Een birdie op de laatste dus voor nog een 66. Tweede birdie van de dag. 700 gedeeld 21. Op dit moment 27 spelers op 5 slagen of minder van de lijn. Dus dat kan een heel leuke zaterdag gaan worden. Hier op Sport Goal vanaf 9:30. De 3. Ontevreden. Deze moet erin, Hendrik. Misschien zit een vrije week aan. Nu de spin. Ja, het scheelt niet veel. Mooi,
Slagen van de lijn. Komt zeg maar erbij. Van Fleetwood. Die in de loop van de jaren flink verlegd. Die wordt overigens. Kijk die op de fairway. In de second cut. Dan is het toch weer de vraag: wat doe je? Wat doe je? De bal waarschijnlijk toch nog droog is, wel pas op het droge licht. Fantastische drive van Wallace op 17 en dit putje zo meteen voor de Engelsman om ook naar de dubbele cijfers te gaan. Wat een 92 trouwens van Wallace, 4 birdies. Paulus, ook hij bezig met een goede 92 tot de 16e, bogey, 17 bogey. En dan wel een birdie op de 18e voor 800. Maar dat waren dure slagen die Paulus verspelde op 16 en 17. Herbert uit Australië is de leider met 1200.
Is de chef wel nog in staat om Max uit te komen? Nou, ik had me van een momentje met Arie Boomsma op de bank toch wel wat anders voorgesteld. Kom met je billen van de bank. Bij Ethos vind je alles voor een fit begin van het jaar. En maak je kans op een cursus van training van Arie Boomsma bij jou op de bank. Stop. Bijna 5 uur in Dubai. Dat is zo'n mooie voor toch kennelijk in de penalty area van land. Dat is dan weer zonde. Dat zit er zo goed voor. Dan weer 8. En hier die plaquette van Monty uit 1996. Goed, heren, wat gaan we doen? Nou, Sergio lijkt het me vrij duidelijk, maar wat doen we? Fleetwood en de shampoo. De layer. Min 6 gedeeld 28. Voor Burry. Ja, aan de andere kant, je kan het toernooi niet winnen op vrijdagmiddag. Precies. 5 uur Dubai. Nou, je kan het wel een beetje handig hebben. Misschien is dat wel straks zo'n slag die je een kort punt opzoekt. Ah. Toch niet. Straks.
Come on, we do it. Bart, come back. And what is up the voorlaatste hole? Vierde birdie van de tweede, 900. Ook op 900, Bradley Trench, Scott Hand. Ze hebben nog beide op 3 holes te gaan. De bogeyput van de jongetin Samoa. En voor de dubbelbogey. Joost Luijtenbond met een bogey en een dubbel bogey. Joost had het dan precies andersop. Samoa heeft het geen fatale gevolg. Ah, fuck! 11 naar min 8, maar ik ga weer ruim schoten te kut halen. Dat is voldoende reden om misschien vanavond een klein feestje te vieren. Hij is immers jarig. Kan het Samoa? Dat voor birdie. Dat voor 12 hoeken. Om op gelijke hoogte te komen met Lucas Herbert. Wat doet Fleetwood? Iets minder dan 90 meter. Hij achter de opening heeft niet gespeeld. Zeven op de Europese Tour was in 2013 toen hij het PNW International Open op zijn naam zette. Een jaar, bijna een jaar na zijn zege in The Open. Adam Scott werd ongetwijfeld Royal Ligaments in hands. Helemaal weggooien. Surprise of the day. De derde hole. Bryce DeChambeau, zijn eerste birdie. Toen hadden we tenminste de fatsoenlijke slag van de dag en nu moet je er altijd maar afwachten. The surprise of the day.
day. Oh my god. It's not going to come out. Fuck me. That is going to hit the lip. Oh fuck. Die finish zou betekenen dat Garcia op 800 eindigt, op 4 slagen van de twee leiders. Dus dan helemaal in de mix.
Jawel. Wat doet hij? Min 8, gedeeld 14. Niet allemaal van een lei, dank je, maar zo'n early finish zorgt er dan wel voor dat het avondeten straks wat lekkerder smaakt. We gaan anders ook nog eens sponsorverplichtingen, dat zou best ook anders kunnen. Larry Hennig en Matt Wallace. De drie spelers die op 18 zijn aangekomen. 400. Eagle op de 14e heeft ervoor gezorgd dat het een zo goed als zeker het weekeinde gaat halen. Kijk, dat is moet Scott Hansen. Dit moet Scott Hansen. Die is op 17. Doe maar even de bevestiging krijgen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Scott Hansen. Nee, toch wel. Ja, nee, het is wel. Ik dacht even, was het Morrison? Morrison heeft een roze hoge shirt aan. Het is Pink Friday vandaag op de Emirates. We hebben ook met de strijd voor de genezing van vrouwen met borstkanker. Het is een lange traditie hier in Dubai. Dus de vraag aan de spelers was: doe iets rozes aan. Het kan roze schoenen zijn, roze shirt enzovoort. Iedereen heeft al aandacht voor zijn voeding. Elf doet het meest reden. Dan zou aan alle kanten op kunnen gaan, bij voorkeur in het water, en dan gebeurt het niet. Kapbal van Ernie Els. We zouden houden. Put for Eagle. 2002 nogmaals. Ja, echt waar. Van Ernie. Daan Hiller. Ook toen al van links naar rechts. Niks veranderd. En in het hart. Eagle. Zegen. Ernie Els. 2002. Bite, bite.
Come back. Fuck! Laat de zon weer parend. Ook paal van Dubai. Nice. Hatton bekijkt de lijn. Van zijn put voor Eagle en 600. Eagle op 14, uitgehaalde slag vanaf de verre. Dit voor Eagle nummer 2. Weet in ieder geval dat hij van recht komt. Dat het ook een beetje uphill is. Heeft hij hem voldoende? Nee, wel de lijn. Het gaat in ieder geval een birdie worden en Hatton. Even het idee dat hij mogelijk een cut zou missen. Sleur die op 500 of 7 slagen onder twee lijns. Oh, come on. Fuck. Nou, Larry. Hij heeft het goede gevoel nog steeds. Birdie op de laatste. 800. In de top 15. Feestje zijn geweest na afloop. Een heel punt voor Matt Wallace. Fantastische tweede week met 5 birdies. Birdie ook 16-17. Dus voor 11 of maar. Goede score hoor. 8 birdies. 10 onder, wel 4.
fantastisch. Put voor Eagle, put voor 1200. En hoe heet dat? Dat de klok terugdraaien en dat in het toernooi er wordt gesponsord door een groot horlogemerk. Give us your verdict on the day. Man, you know, I thought after yesterday getting it around, not making a bogey was awesome, but today, even more impressive with 3 bogeys on the card, still shooting 600. You know, I was happy about that. Unfortunately, again, just didn't have the right sensation and, you know, proprioception overshots. I just felt uncomfortable, unfortunately, a lot of them. And times are going just in not ball striking my best, but hey, I mean, shoot, I'm not complaining one bit. There's no complaining here, for sure, so I'm happy. You're taking care of the par fives today, particularly well fired under for those. Yeah. Let's talk about one or two of the highlight shots. The third hole, you're on the sandy area on a dance slip. Talk me through that one, that was incredible. Well, shoot, I had 2 great drives on 1 and 2, and then 3, I just pulled a little bit in the bunker, got really unlucky up against kind of the face of the bunker, where I couldn't really have a stance with a hybrid, so chose a 6-iron, I pulled it out of the bunker and went into the sand, actually went down the quite a ways and had like 75 yards in, and then proceeded to have a firm lie, which was nice. I needed a firm lie in order to hit that shot that far. And I kind of reacted like it was in the fairway and was able to get the yardage right and hit it up there close and knock it in. My putting was really what saved me today. Putting you talk about, the 10th hole, the eagle putt there, you left the pin in. That had a bit of speed on it. Is that evidence of what you've been saying? This pin needs to stay in. Exact reason. You know, that's the exact reason. There's only a few, like if I had hit it a little bit farther past the hole, it may have bounced off the flag. You know, if I had a higher terminal velocity, it may have bounced off. But at that point, it was still good enough to dampen enough to drop in the cup. How much satisfaction is there in being tied for the lead when you've been a long way from your brilliant best and you're in this situation again on the weekend? Yeah, I'm pleased. I'm pleased that I'm playing golf. You know, I'm getting it in the hole and making a lot of key putts. You know, that was one of the things I talked about this week with reading the green, Ryan. We've done a pretty darn good job so far. Hopefully we can keep it up. You've earned yourself a late tee time for tomorrow. Will you have a little extra practice in that time that you've got? Oh, I'm going right after this. Hopefully the range for the even through the clinic, I'll be practicing this afternoon. I will release you from that. Thanks for your time. Thank you. Appreciate it. Tja, we gaan het dus morgen zien. Vanaf 9:30 op deze zender, ronde 3. De Dubai Desert Classic met een zeer, zeer gemotiveerde Bryce de Chambeau. 17:25. Het lang duren voordat het donker is. De camera's kun je niet vertrouwen, want die hebben de bijzondere eigenschap dat ze licht kunnen maken. Maanden de cup weer gehaald. Gigantisch. Het spel weg bij Olly. Blijft natuurlijk een grote naam, een grote man.